Want er is ontzettend veel ophef over die BN'ers, hè, die niet meer mee willen doen. Dit is een greep uit de BN'ers, CN'ers in sommige gevallen, die zich hebben laten horen. Met veel bombarie kondigden ze het aan. Ik doe niet meer mee. Die hashtag die slingerde ze gisteren de wereld in. En dat hebben ze geweten. Er is ontzettend veel kritiek opgekomen. Onder meer van de social media deskundige Bamber Delver. Die zegt tegen de Telegraaf dat het ontzettend onverantwoord is wat deze mensen doen. Hij zegt samen hebben zij een bereik van zo'n 1,5 miljoen mensen. En heel veel mensen die verafgoden deze artiesten. En die leveren nu dus eigenlijk een excuus om zich niet meer aan de maatregelen te gaan houden. Zwaar onverantwoord noemt hij het. En Ab Osterhaus, inmiddels ook wel bekend bij het grote publiek, die zegt ook tegen de krant dat dit onacceptabel is. Hij zegt, we hebben juist geleerd van die eerste golf. We weten nu hoe we het moeten aanpakken. En dat is allemaal gestoeld op wetenschap en onderzoek. Dus alsjeblieft, hou je daar nou aan. Nou ja, een aantal van die BN'ers die lichten gisteren de hashtag toe. Bij Jinek zat Femke Louise. En bij Op 1 zagen we Tim Douwsma. Hij is zanger. Ja, en wat blijkt nou? Gisteren veel bombarie, maar ze trokken uiteindelijk toch ook wel de keutel in. Ik heb dit me uitgesproken als bezorgde vader, als bezorgde burger die kritisch is, die bepaalde vraagtekens heeft over het beleid. En ik denk dat er heel veel onrust is onder heel veel mensen in Nederland. Er is ongelooflijke polarisatie in de gang en daarvoor heb ik dit gedaan. Ja, Samira, de soep werd ineens een stuk minder heet gegeten. Ja, ook dat, maar alsof meneer alleen bezorgd is. We zijn met z'n allen bezorgd en we moeten het echt met z'n allen doen. En dan kun je niet hashtag ik doe niet meer mee. En ik wil best, ze zijn gehoord ook. En ik wil best ook naar mensen luisteren die kritisch zijn. Ik ben ook kritisch. Ik wil ook weten wat er aan de hand is. Maar hashtag ik doe niet meer mee en jongeren op deze manier beïnvloeden. Terwijl ik aan de andere kant jongeren probeer duidelijk te maken wat hun verantwoordelijkheid is. Ja, dat werkt niet. En we zijn allemaal bezorgd, hè? Alsof alleen maar zij en als je bekend bent, dan bezorgd bent. Je hebt een podium, ja, ik word niet gehoord, je zit daar wel. Hè? Op 1 heeft gasten uitgenodigd. Jinek had Femke Louise uitgenodigd. Ja, ik wil aandacht. Nou, als je nu geen aandacht hebt gehad, dan weet ik het ook niet, hoor. Wouter, hoe kijk jij naar? Nou, als je luistert naar de argumentatie van de CN'ers die zich in deze discussie hebben gemengd, dan schiet die nogal tekort, vind ik. En totaal niet overtuigend het verhaal op mensen die zich zorgen maken over de vader die piloot is van een vriendin en die dan, och, wat levert die in onzekere tijden. En ik denk alleen maar, goh, je zal toch maar in dat verpleeghuis je laatste dagen slijten. Of je zal toch maar die mensen moeten verzorgen of op de IC staan om die mensen te helpen. Of elke dag als politieagent of in het openbaar vervoer gedwongen zijn om heel dicht bij mensen te komen. Volgens mij zijn dat de mensen die echt de aandacht verdienen en niet de mensen die een leuk kopje hebben. Want daar lijkt me een hele goede conclusie dit, inderdaad.